Zuidoost, graag een warm applaus voor. Jawel, Saskia. Welkom. Mag ik jouw microfoon geven? Of je pakt een microfoonstandaard. Maar ik ben de perfecte microfoonstandaard. Oké. Okay. We hebben je gevraagd om een pitch voor te bereiden, maar voordat we aan de pitch gaan beginnen, wat is validisme? Validisme gaat over discriminatie van mensen met een handicap. Dat ze heel veel dingen niet gelijkwaardig kunnen doen dan als andere mensen. Je hebt er ook hele moeilijke woorden voor hoor, maar ik vind dat ik het simpel moet houden. Ja, goed. We gaan luisteren naar jouw pitch. Oké. Validistische taalgebruik. Een pester is een pester en geen Mongool of debiel. Een misdadiger is niet gek, maar is een misdadiger. Een crimineel is niet imbeziel of achterlijk, is een crimineel. Een verkrachter is niet gestoord of ziek, maar is een verkrachter. Diagnostische taalgebruik of diagnostische woorden zijn bestemd om mensen in hun beperking te duiden en niet om als scheldwoorden gebruikt te worden. Validisme is dat Emile denkt dat hij niet goed genoeg is omdat zijn collega's meer produceren terwijl zijn arbeidsvermogen beperkt zijn door zijn handicap. Of dat Joanne niet bij de Turk of de Togo terecht kwam met haar scootmobiel. Of in heel veel winkels in Amsterdam. Of dat Rudy niet naar een nieuwjaarsreceptie kan of een Van Harten restaurant of een Huis van de Wijk omdat het gewoon niet toegankelijk is. Dat Fatima niet naar een computercursus kan omdat het niet bereikbaar is. Zelfs een minister-president is soms validistisch. Hij praat het hele volk toe zonder gebarentaal en onderschrift. Misschien moet Caroline op. Caroline op. Zelfs de overheid en ambtenaren die niet in een plan van eisen opnemen dat er bij nieuwbouw geen rolstoelwoningen komen. Of jongerenwoningen, ook dat is validistisch. Of die architect die trappetjes ontwerpt voor een huis en bedoelt dat mensen in een rolstoel achter een huis naar binnen moeten. Dat is ongelijkwaardig, dat is apartheid. En foute liften, dat niet alle rolstoelen in een lift passen. Dat je jezelf niet mag zijn. Ze vragen aan je, kun je een stukje lopen, alsof je een knopje hebt om je handicap uit te zetten. Of jij moet afvallen, omdat je een beetje breder in rolstoel zit. Dat Alma haar droomopleiding niet af kan maken of niet kan volgen omdat ze denken dat ze haar het onderwijs niet kunnen bieden. Maar haar eigen doorzettingsvermogen zorgt ervoor dat ze binnenkort toch haar opleiding af kan maken. Hoeveel kinderen zitten wel niet thuis omdat er geen inclusief onderwijs is? Dat je niet kan stemmen bij het stembureau van je keuze hebben we gisteren 7 keer meegemaakt. Validistisch is ook de ambtenaar die verontwaardigd reageert en aan mij vraagt: waarom maak jij je eigenlijk druk over een ontoegankelijke stembureau? Jij woont er niet eens in de buurt. Een autoluwe stad kan ook validistisch zijn, want de taxi moet je voor de deur kunnen afzetten. En als hij dat niet durft, omdat daar geen auto's mogen komen, dat is validistisch. Een metro, een gloednieuwe metro waar je niet in kan. De Noord-Zuidlijn. De hoogteverschil tussen de metro en het perron. En de gat die daartussen zit. Ook degenen die dat bedacht hebben of dat niet goed bedacht hebben, zijn validistisch. Een rolstoeltoilet die op slot gaat, terwijl de andere wc's niet op slot gaan. Dat wij moeten vragen of wij alsjeblieft naar de wc mogen. En dat je daar soms zelfs ruzie over moet zoeken. Validisme. Uren niet drinken, omdat je niet weet of er wel een rolstoel wc zal zijn. Validisme. De fietser of zelfs een scootmobieler of de kantenrijder die op een blinde geleiderlijn staat. Ja, dat is ook validistisch. Die houdt geen rekening met degene die afhankelijk is van die blinde geleiderlijn. Zelfs de winkelier die daar zijn reclamebord stalt. Probeer je voor te stellen dat jij constant ergens tegenaan loopt. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, maar vrijwel constant. Je kan er nog gewond bij raken ook. Ook de eigen bijdrage die wij gehandicapten en chronisch zieken naast eigen risico betalen, is validistisch. Want andere mensen hoeven dat niet te betalen.
Mijn vriendin Mara, die na een operatie van kanker in haar ziekbed ligt, die geen mening mag hebben over hoe ze behandeld mag worden of moet worden. Dat ze daar helemaal geen zeggenschap over heeft. Dat haar zeggenschap haar wordt ontnomen. Dat is ook validistisch. Wij komen ook haast niet voor in de media. Campagnes, reclamefilmpjes. Ook validistisch. Alsof wij niet bestaan. Activisten die strijden tegen uitsluiting. Ja, die zijn ook wel eens validistisch. Want ook zij houden wel eens geen rekening met ons. Alhoewel ik echt uit de grond van mijn hart geloof dat ze het niet kwaad bedoelen. Maar dat is het dan juist, hè? Want jullie bedoelen het, sorry dat ik jullie zeg, jullie bedoelen het nooit helemaal niet kwaad, maar daar gaat het niet om. Het gaat om bewustwording. En dat je daarvan leert als je er eenmaal besef van hebt. Maar helaas, ook binnen onze eigen gemeenschap krijgen wij te maken met racisme. Je zal maar gehandicapt zijn, van de LHBT-community zijn en ook nog een kleurtje hebben. Nou, dan heb je het echt moeilijk. Ik kan zo wel doorgaan en al die namen die ik genoemd heb, dat zijn namen die erbij verzonnen zijn, maar de verhalen zijn echt waar. Ik hoop dat jullie nu duidelijk hebben wat validisme is. Ja. Gerald, je hebt zoveel voorbeelden gegeven van eigenlijk hè, hoe validisme tot uiting komt in de stad als Amsterdam. Wat moet er volgens jou dan veranderen? Kijk, laten we beginnen bij de beslissingen die de politiek neemt. Bijvoorbeeld bij gebouwen en de openbare ruimte. Dat ze stevast in alle checklists opnemen dat integrale toegankelijkheid erbij hoort. Bijvoorbeeld als de overheid of ambtenaren een bijeenkomst organiseren, dat ze niet kiezen voor een ontoegankelijke ruimte. Dat ze waken dat een rolstoeltoilet niet op slot wordt gedaan. Jeetje. Waar te beginnen? Ja, waar te beginnen. En je hebt het over toegankelijkheid, want in heel veel beleidsdocumenten staat er wel laagdrempelig. Maar wat is dan het verschil tussen laagdrempelig en toegankelijk? Nou, je zegt het goed, ik weet het ook niet. Ik vind het woord laagdrempelig vind ik een heel vaag begrip. En juist in dit geval moet je heel concreet zijn in je aanwijzingen. Bijvoorbeeld als je het hebt over het ontwerpen van gebouwen, dat je afdingt dat het om ITS-normen gaat of de CROW-normen. Dat zijn richtlijnen die de binnenruimte en de buitenruimte regelen. Ik ben klein. Nee, maar ja, we nemen voor jou alle tijd, want het is inderdaad klopt dat er niet veel aandacht is voor validisme. Ik vraag überhaupt of er mensen in de zaal bekend waren met de term validisme. Zullen we het even snel testen en dan kan jij weer op de woorden komen. Wie kende de term validisme? Hand omhoog. Dat zijn er niet heel veel. Er zijn wel, ja, het zijn er meerdere geworden. Okay. Ik wil even, want we zien het achter ons, de beleidsbrief Diversiteit en Burgerschap, geschreven door de wethouder de Rutte Groot-Wassink, die hier ook in de zaal zit. Daarin is het fragment dat gaat over validisme, of dat kan je eens mee herkennen. Wie inwoner is van Nederland krijgt de kans om volwaardig mee te doen aan de samenleving en de vrijheid om te zijn wie hij of zij wil zijn. Dat is de belofte van het staatsburgerschap. Voor een belangrijk deel van de Amsterdammers is daar echter geen of onvoldoende sprake van, omdat zij door herkomst, religie, leeftijd, beperking, seksuele oriëntatie of gender niet in volle vrijheid kunnen leven. Beperking wordt inderdaad niet genoemd. Vind je dat ook in deze beleidsbrief er genoeg aandacht is voor validisme? Kijk, zolang wij in de praktijk blijven meemaken dat we ergens bij uitgesloten worden, dan, het gaat bij mij om de dagelijkse praktijk, hè. Zolang ik het blijf meemaken, of mijn collega's, en ik klachten blijf binnenkrijgen, dan is het nog niet goed geregeld. En wat ik zo net kwijt wilde, wat ik kwijt was, de huidige gemeenteraad, of het huidige college, het heeft het regelen van toegankelijkheid overgenomen van het vorige college. En ik vind dat nu eigenlijk een ouderwetse manier om die toegankelijkheid te regelen. Het is vanuit een centrale, top-down manier is het geregeld. En ik vind
Alle stadsdelen moeten er zelf bij betrokken worden hoe ze lokaal in hun eigen stadsdeel die toegankelijkheid geregeld willen hebben. Want wij hebben kennis van de gebouwen waar je bij in de buurt woont, of de situaties, of de klachten die bij jou binnenkomen. En wij kunnen daar wat mee, maar het is nu te veel centraal geregeld. Oké, wacht. Wethouder Rutte Groot was ingezien. Rutte? Laat hem even naar voren gaan. Wil je naar voren komen? Graag een applaus voor de wethouder. Rutte, het is hier centraal geregeld. En wat Carol eigenlijk zegt is, de stadsdelen moeten er meer bij betrokken worden. Is dat mogelijk in de coalitie die jij voorzit? Goedenavond allereerst. Ik kom er zo op terug, want ik wil nog even zeggen. De vraag was even, is er nou voldoende aandacht in die brief? Het antwoord is nee. Laten we gewoon ook eerlijk over zijn. En dat is eigenlijk ook, want Carol gaf dat ook wel aan. Er zitten natuurlijk ook echt wel, als je het hebt over beperking en toegankelijkheid, zit dat natuurlijk ook in openbare ruimte bijvoorbeeld. Hè? Zit dat in plannen maken. En dat ligt dan ook wel weer anders. Dat ligt dan weer op andere terreinen van hoe je huizen bouwt, hoe je straat aanlegt. En het is absoluut waar dat we daar als gemeente veel meer aan zouden moeten en kunnen doen. Ik hoorde het net eigenlijk als een verzoek om het inderdaad meer op stadsdeelniveau met gebruik maken van ervaringsdeskundigheid te doen. Dat moet volgens mij mogelijk zijn, want ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat ervaringsdeskundigheid als het gaat over bijvoorbeeld toegankelijkheid, hè, fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte is heel belangrijk. Ik heb zelf wel eens zo'n walk gedaan, hè, waar je bijvoorbeeld... Privilege walk. Nee, dat heb ik ook een keer gedaan, maar ook een keer als je bijvoorbeeld blind of slechte been je weg moet vinden in de openbare ruimte. Ja, dat realiseerde ik me echt. Hè. Dus de inzet van ervaringsdeskundigheid van mensen die weten waar het over gaat is volgens mij heel belangrijk. En volgens mij kan dat ook wel juist decentraal. Oké, okay, wil gewacht. Want je zegt dat kan inderdaad. Maar ik sta bekend om iemand die altijd duwtjes sluit. Dus dat ga ik vandaag doen. Oké, bij deze. Dat gaan we doen. Ja, heel goed. Ja? Ja. Even een handje erop, hand schudden. Oh ja. Tuurlijk. Ja, dat mag ik wel. Ja, iedereen aankijken. Zeg je dat zo? Heel wil drinken. Maar het is mij niet concreet genoeg. Wat ga ik er nu van hebben? Ik ga dit opnemen in ieder geval met mijn collega van Zorg en Ruimtelijke Ordening, want die gaan er voor een groot gedeelte over. En het lijkt mij dat we gewoon snel een afspraak moeten maken om te kijken hoe zij dat inderdaad, zowel met stadsdelen, want we hebben natuurlijk heel vaak overleg met stadsdeelbestuurders, kunnen doen. En ook hoe daar ervaringsdeskundigheid in het zelf kan worden. Binnen een week, binnen twee weken, binnen een maand. Binnen een maand. Ja. Want voel jij tegenwoordig op het stadhuis, zijn er genoeg stemmen die kunnen laten weten wat het probleem is? Het is wel zo dat er genoeg partijen contact met me opnemen en een gesprek met me aangaan. En dan vertel ik wat er aan de hand is. En het verhaal is niet bij alle personen die ik spreek hetzelfde, want het is gewoon te veel. En daarvoor merk ik dat hun moeite kost om het toch op te pakken en dat in een motie om te zetten. Het is zoveel, het gaat over het dagelijks leven, het gaat over inclusief onderwijs, het gaat over meedoen aan activiteiten. Je ziet dat ik zelf er moeite mee heb. Maar dus het is niet zo dat politici geen belangstelling hebben om een gesprek met me aan te gaan. Maar het is meer de moeite die het hun kost om dat in een motie om te zetten. Nou, we zijn hier een aantal politici in de zaal die we gelijk aan de tand kunnen voelen. Safara Simons, B1. Validisme, hoe hoog staat dat op jullie agenda en heb je moeite om dat in de motie om te zetten? Ja en nee, het staat heel hoog op onze agenda, mede dankzij de input van Carol. Die hebben wij benaderd om ons te helpen om binnen ons verkiezingsprogramma de juiste formuleringen te vinden. En Carol is bijna in haar eentje verantwoordelijk voor de inhoud die het uiteindelijk is geworden. We hebben ook Carol benaderd op het moment dat de Gay Pride in Amsterdam was vorig jaar, om voor ons uit te zoeken van mooi, zo'n evenement voor zogenaamd iedereen, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? En daar hebben we ook in de raad aandacht voor gevraagd. Dus, er is een motie over geschreven. Want, absoluut. Wat is er in de motie gebeurd? We kregen eigenlijk een wonderlijk antwoord, want het bleek dezelfde dag allemaal geregeld te zijn, omdat een van de vragen die we hadden was,
Ze hebben nou ook op de website die mensen vertelt over alle evenementen van de Gay Pride. Waar ze terecht kunnen als ze naar het toilet willen, als ze een bepaalde route willen lopen. We zijn nog bezig met kijken hoe we events, evenementen toegankelijk kunnen maken. We stuiten een heel klein beetje op, nou, weerstand is misschien een groot woord, maar daar worden dan allerlei voorwaarden aangesteld. Dat het pas belangrijk wordt op het moment dat het gaat om een evenement voor meer dan 500 mensen bijvoorbeeld. Nou, daar zullen wij ons zeker nog tegen verzetten. Maar ik durf echt in alle onbescheidenheid te zeggen dat onze partij, wij uitstekend een partij is die altijd expertise haalt bij de mensen die het betreft. Het staat... Ja, even checken, Carol, staat het hoog genoeg op de agenda bij BIJ1? BIJ1 is de enige partij bij wie ik in dit college heb. Als resultaat een motie heb gezien. Ik zie iemand daar. Zit er niet in. Denken ze er ook, Moerad, is jullie ook bij de stelling voor? Ja, ik ben eigenlijk heel groot, ik ben gemeente dat ik het voor denk. We hebben ook een gesprek gehad, Carol. Het is weliswaar niet misschien in de motie gehouden, maar we hebben het wel gesproken. In de raad brengen we het wel ter sprake en ook in de commissies, in verschillende commissies, om daar aandacht voor te krijgen. Ja, precies. En in jullie plannen krijgt het veel aandacht, toch? Ja, wij hebben dat echt heel hoog op de agenda staan. En gewoon de inclusieve stad, daar gaat het ook bij ons om. Dus dat staat dit echt hoog op de agenda. Heel goed. Opstelling hebben om een gesprek met mij te hebben. Dat hebben ze, Lita zit hier. Die heeft ook al een gesprek met me gehad. Inderdaad, denk ook en bij E ook. En misschien ben ik nog mensen vergeten. Maar ik zou echt concreet in een motie willen zien dat het ook resultaat oplevert. Dat wij in onze dagelijkse praktijk daar wat van merken. Wacht even, Erik Vlechten van SP hier ook. Ja, geef het hele palet het woord. Ja, ik heb zo'n seintje van knipoog voor je, dus ik dacht, dan ga ik er even reageren. Ja, vooral omdat PvdA is genoemd, Denk is genoemd, Bijeen is genoemd, GroenLinks is genoemd en jij als SP zit hier ook, dus ja. Zeker, nee, we zijn een partij die het ook op een andere manier aanpakt, ook door zelf met heel veel mensen uit de groep die het dagelijks meemaken, om die stad erin te gaan. Onze voormalig raadster Nelly Duindam heeft daar ook een mooi rapportage over gemaakt, echt de stad ingegaan, heeft overal gekeken. Alle barrières in de stad prachtig in kaart gebracht. Vervolgens zijn we daarmee de raad in gegaan. Want de motie is één, maar ook die stad in, zelf ervaren waar het is met de mensen die daar dagelijks meemaken. Dat is twee. Het mooie is wel dat het college plan heeft gemaakt nu, hiervoor. En daar gaat er echt wat geld bij. Maar mijn oproep naar alle mensen in de zaal is ook, blijf het ook gewoon melden. En Kellen zal dat zeker doen, maar ook tegen andere mensen. Meld het vooral, want ik merk het uit mijn dagelijkse ervaring. Ik ken iemand die dag in dag uit niet de trends in en uit komt. Dus kortom, meld het de komende periode, laat het horen aan de politiek. Dat mag aan de SP, ook aan andere partijen. Dan kunnen we het rechtstreeks oppakken en dan kunnen we het in de raad bespreken met de wethouder. Want ik denk dat dit college echt bereidwillig is om hier echt wat aan te doen. Dankjewel. De tijd zit erop. Er wordt Bob flink gewenkt in dit geval.